Oh, iedereen. Nu maar stop met slagen. Ik ben nu ook aan het killen. Ik ben ook al de grootste van allemaal. Ja, ik ben fucked up. Oké. Hallo beste kijkers en welkom bij de eerste aflevering waar we gaan survivalen op Minecraft in de Bedrock Edition. Zoals je weet, bij elk survival, het eerste wat je moet doen is hout hakken. Natuurlijk ook een crafting table maken en plaatsen. Na een lang avontuur en een beetje zoeken heb ik de perfecte plek gevonden voor een base. Ondertussen ben ik ook bezig met alle beginners farm te maken. Dan begin ik al met een klein sugarcane farm, want ja, sugarcane, daar kan je best al beginnen te kweken in early game, want daar ga je veel nodig hebben. Zoals je ziet, join iemand onze Minecraft server naar DJ Toilet. Zijn echte naam is Theo. Dat is een topgozer. Dat is een hele toffe gast om mee te spelen en een goede vriend. Wat ik nu aan het doen ben, is de ingang aan het maken voor onze stripmine op level 10. Normaal ga ik ook stukjes timelapses laten zien van dat ik aan het minen ben, maar momenteel zijn de opnames daarvan corrupted, dus ik kan ze niet laten zien. Jullie weer verhuizen, dan is dat nooit gebeurd. Echt wel. Maar ik heb dit ook niet gevonden. Echt wel, hè, Joel. Je gaat dan terug, hè? Ja, nee, laat maar. Je neemt me toch al wel kwijt. Wat als ik dan terug ga? Ja, om te gaan zoeken, hè. In die dingen. Ja. Kan wel. Maar ik denk wel een gangetje van mijn huis naar daar. Maar dat is zo weinig kans dat je dat terugvindt, hè. Joel, ik weet de perfecte plek om te gaan wonen voor jou. Woon dicht bij een village? Ik woon dicht bij de drakendingen.
Dus gewoon geen veel verplaatsing. Maar Jules, ga niet te veel looten in die village, dat wij daar villages kunnen meenemen. Ja, dat doe ik ook niet. Wanneer ik de village heb, dan kan ik het doen. Maar mag ik niet doen. Als die villagers weg zijn, in principe maakt dat niet zoveel heel veel uit, want als je zombies, zombie villagers tegenkomt, dan... Ja, van die zombie spawner kun je die ook al. Hallo, lucht ik Maxim. Ja, maar van die zombie spawner ga ik zo'n drown dingen maken, nee, dan krijg je meer XP. Niet, dus. Er waren twee kisten, maar er waren zoveel zombies dat ik niet aankom. Ja, ja. En bij elke survival heb je ook natuurlijk, ja, het doodgaan. Ah, ik kan bij jou dan een diamond pickaxe maken, nee, jij. Die zijn allemaal zo hard, hoor. Ja, ik heb mijn huis al, ik dicht voor geen hol, ik ga wel gewoon even minen hem. Dat doe ik allemaal dat ik niet meer doe, maar fuck ja. Oh, dat ken ik niet. Ah, oké, hier ineens een waterzombie ben. Oh, die dropt de goud. Ik heb gewoon tijdelijk in deze village gewoon, ja. Maat, ik haat geklished water zo fucking hard, hè. Je kunt er geen ene sack tegen. Ja. Fuck man. Eindelijk, nog eens een suit extra. Waarom groeit mijn sugarcane? Sugarcane, ook echt een mooi woord. Sugarcane, dat groeit echt later, dat is veel trager normaal. Sugarcane. Ja, nee, maar normaal valt het eigenlijk wel mee, maar... Nee, want op de wereld van Jules, dat gaat echt niet vooruit meer, sugarcane ofzo. Je moet gewoon die zero take maken. Ja, wie gaat er naar Nether? Jij. De Nether dus. Iemand doet al een diamond pickaxe. Iemand kan een Nether. Ja. Nee, ik weet niet waar ik het over heb. Ik ga niet naar fucking Nether. Fuck de Nether. Je hebt er een diamond pickaxe dus. Ik heb 3 diamonds. Ik heb niet gezegd dat ik er diamond pickaxe zijn gemaakt. Ah. Ja, ik heb wel een diamond pickaxe had. Ik kan er één maken. Nee, jij hebt er al één. Nee. Zo. Ja wel. Natuurlijk, die zeiden het net. Ik heb al een diamond pickaxe. Je zit maar wat te praten als maat. Ik weet niet waar ik het over heb. Maat, man, nu heb ik zo van die shit in mijn inventory. Zijn er 2 toortjes? Zeg alsjeblieft dat al het hout eruit is. Al het hout is eruit. Ja, alle okay, hout is eruit, Maxim. Ja, ik moest het zeven nou. Ja. Ja, maar dat is zo'n fucking cool. Grote bom en dan nooit zin om te hacken, maar ik moet het wel hacken. Ja, ja, ik niet. Maar ik ben dan... Nee, ik ben er weer aan 1 begonnen. Oh, ik ben dom. Waarom laat ik die gewoon niet afvikken? Omdat hij gewoon leuk is, jongen. Je moet er gewoon van bovenheen gaan. Dan is echt fucking easy. Oké, dit is echt een 10 dubbel of zo die ik ga afvikken. Steeds... Hey, cool. Oh, ik heb nog begot geen redstone gevonden of zo. Ik ook niet, hè. Ik zit letterlijk in een cave. Alleen maar iron en coal. Niks anders. Iron, coal en diamonds. Ah. Nee, net toen ik zei dat ik nog geen redstone had gevonden, alleen maar fucking redstone hier. Holy fuck. Oh, hier een beetje kom. Oké, dit plot is een beetje dood. Dat water ga ik even stoppen, want dat is petig vervelend. Ik ben ook bijna al aan het verhongeren. Ik snap niet dat jullie zo rap verhongerd. Ik heb letterlijk de hele tijd dat ik nu aan het mijnen zijn maar 2 vleesjes moeten vetten. Misschien lopen we ook veel harder. Ja, we zijn bold, weet je wel. Ja. En kan je dan? Maar ik ben lapskant dat ik met een stone pickaxe mijnen. Nee. Oh.
Hier, jawel, jong. Control. Fuck you. Dat is niet. Ik ben een Minecraft pro, jongen. Ik weet het allemaal. Dat is lava. Dat weet ik ook dat dat niet gezond voor jou is. Ik hou dit nog even vol. Nog twee. Nee, misschien een pickaxe naar daily. Oké, man. Ik ga even terug. Ik ben aan het stick iron. Ja, gast. Een pickaxe heb ik uitgegeven. Zo heb je nu al stick iron, man? Ik zit nu eens in een halve steek. Ja, maar get that. Ik heb nog niet eens een halve steek. Ja, ik zit inderdaad tot toen ik die diamonds in en ik van alle iron horen slaan. Ja, en ik zit hier weer in een cave en ik weet een uitgang. En... ik kan je naar boven graven, maar mijn pickaxe is kapot. Ik ben gewoon altijd naar boven. Ah ja, maar je hebt geen pickaxe, dat is perfect. Oké, ik denk dat hier de uitgang is. Of nee, toch niet. Wacht, hier is zand. Ja, hier kan ik naar boven. Oké, ik hoor hier echt een gekke zombie even mijn maatjes. Waar ben ik eigenlijk? Ja, daar is het. Ja, maar op meer diamonds. Ik kom meer fucking diamonds. Dat is die sugar canes die groeien ook gewoon niet of zo. Die hebben gewoon geen zin. Maar nu, die denken wel aan eBay. Fuck. Ik zeg nou uit, want ik ga mooi niet groeien. Maal neem ik weer nooit kool mee, maar nu heb ik echt keigoed kool. Okay. Ik neem daar altijd mee, dat is gewoon handig voor een verandering. Oh, nee, maar zoals. Die ene mine waar ik daar net in zat, daar zit echt vol jongen in mijn kool. Die van mij zit vol met gravel blijkbaar jongen, wat ze doen. Ja, dat is wel pittig. Ja, de mine is al leeg. Terwijl zijn niet zo groot hoor. Die zijn lekker veel. Ah, zeg jij alsjeblieft niet dat er zo'n fucking cave spider spanner is. Wauw, dat ik in één erbij. Jawel! Fuck! Die kunt. Je zit in een mineshift. Ah, my god, poison. Ja, jongen, nu kan ik niet meer voedsel hebben. Als ik steeds naar de. Waar de fuck are die zelfs vandaan? Die mineshift is hier niet eens. Iron. Wham! Ah, daar. Moet je nog zilletjes? Even opsluiten. Maken. Hoezo? Maar ik zie hem nu weer op glitcht en nu is hij veel te week. Bij hem. Bij mij glitcht er zoiets. Ja, ik was wel onder aan het haken. Bij mij blijft de wereld soms ook wel hangen. Ja, maar hij heeft ook mijn eigen wereld ook, dus. Ja, dat je zo een black man dat zo in dat ene keer. Zo, enig opzotten. Ja. Ik weet dat hij van G komt. Dat is veel, want als je efficiëntie 5 hebt, dan zit je soms gewoon vast in blokken. Zoals ik hier straks ga zo in een nether op mijn wereld, is een efficiëntie 5 aan minen. Ik mine gewoon recht vooruit en die blokken, die gingen niet eens weg, die spawnen gewoon terug. Good beast, ja. Gekke water zo mee om, lop me rust. Zo. Ah, die valt met die oer poison. Let's go, terug minen. Zo. Ik ga sowieso echt doodgaan door hier op pijn of ja. Waarom kunt hij nog steeds in Minecraft Bedrock Edition nog steeds niet in je tweede aan toortje doen? Is je raar voor hem? Ja, is inderdaad tegen bullshit. Ja, dat zou echt veel makkelijker zijn. Nu moet je daar onder naast zitten. Hier is je raar. Je wil bollen. Vind je jullie slapen? Hier zat dus die skeleton. Nee, ik zit in de mine, sorry. Ik heb geen hond meer. Ah, hier in een ferme muur van lava. Oh nice, ik kreeg een potato uit een zombie. Ik heb al wortels en potatoes nu. Of ja, ben ik het ook kwijt? Ik kan het jongen. Nee, maar die wortels heb ik niet in een village gevonden. Ik weet niet of ik die nog heb. Nee, dat was met die andere. Oh, die ben ik kwijt. Ik heb alleen potatoes dan. Oké, okay,
Ik heb twee villages kunnen vinden, Maxim. Oh, de enigste. Hm. Maar dan kun je toch breeden? Ja. Ja, dat is goed, ja. Dan breed je gewoon en dan geeft je gewoon een andere zo. We moeten verhandelen dan, hè. Maar even serieus, ik zit al heel tijd in een cave, 20 minuten of zo. Nergens ligt iets anders als iron. Maar jullie hebben gelukkig een cave vinden, jongen. Ik vind dat misschien geen cave. Maar er zit vol met iron, maar niks diamonds, niks redstone, niks lapis, goud, niks gewoon. Ja, jij tenminste, ik vind zelfs geen cave hier. Dat is nog kutter. Die heeft er eind op, joh. In de love mail. Maar ik vind die spawner van die kutbengels ook gewoon niet, hè. Ik heb anderhalf uurtje ver. Oké, dan ga ik wat dieper. Maar ja, ik zit ook elke keer in een cave op niveau 40, dus eigenlijk is het ook niet raar dat ik hier niet zoveel vind. Ja, ik nu op niveau 13. Daar is al lava, ziet er al beter uit. Oh, wat er even weg is. Ik ga gewoon wat terug gaan en gewoon strip mijnen denk ik. Want fuck deze mineshaft. Ja, dan heb ik soms ook in een mine als ik soms denk gewoon, ja, kom ik zeg maar nog weg. Ja, maar ik weet heb hier geen fucking hier voedsel voor hem. Yo, die rotpengels hier niet al. De kool hier zit al lang om te hebben. Hey, ik heb carrots gekregen van een zombie. Nice. Hier is de water. Wat is hier eigenlijk aan het doen? Hij is biederen. Ik heb er dingen van. Als doortjes opzetten. Nu zijn ik challenge boys, fuck this. Ik weet toch niet meer terug uit deze mineshaft. Yeah. En die zijn allemaal zombie-dorpelingen. Dat waren al dorpelingen dus. Oké, ik zal eens bij de lava gaan kijken. Deze ding is goed als dat fucking diamond niveau zit, maar deze niveau zacht is. Ja, die cave mij zit ook eigenlijk iets hoog. Voor redstone en zo. Maar ja, dan zit dan er ook. Oké, hier is nog een. Zijn het diamonds of nee, dat is gold, denk ik. Jammer. Maar ja, je kunt al blijven als je een cave hebt met iron aan, want ja. Ja, maar dat is net. Je redt net keivel iron, hè. Ja. Maar iron heb ik altijd keivel nodig, dus ja. Dat is wel handig. Ga zo wat een farmje. En dan is direct al uw eieren op. En Maxim. Ja, kan dat, Maxim, kan er eigenlijk zo'n eieren vormen op PlayStation? Kut, ik heb toch oh joh. Ik en Iwe hadden de ene die kijk hoe werkt, hè. Oh ja, maar die werkt wel goed, maar dat duurt nog wel lang, hè, maar ja, die werkt wel goed. Ja, boy, maar voor mij maakt niet uit hoe lang dat duurt, zelfs maar proces. Maar ja, de Maxim staat, links staat er wel online, weet je. Dus ja, dan staat dat gewoon vol als je terug bent. Ik heb een vraag over Minecraft Physics. Hoe de fuck is dit mogelijk? Er is water over lava aan het vloeien en dat wordt niet in op zich. Gewoon lijk. Geen idee. Dat is een lijk, denk ik, van de wereld. Oké, ik heb elk goud. Nee, want ik ben erin gegaan en ik ging gewoon fucking in de fake. Zo. Gast, deze cave blijft groter worden, jongen. Ja, dat dacht ik ook deze, tot een cave. Ik vind alleen maar kleine caves. Gewoon niet leuk. Maar ja, daar even de laatste punt is een just niveau 11. Dus echt zo just waar ik diamonds kan vinden, maar ik vind het niet. Ik heb lapis gevonden. Ik ben nu, mijn cave is nu naar beneden aan het gaan. Geef mij nu omhoog. Ja, gewoon weer al een stukje iron. Dat is wel lekker. Maat, mijn iron vind ik nu echt gewoon geen ene tering meer. Het is echt gewoon goud daar uit staan, dat ik een deel van. Maar jij bent aan het stripminen nog? Nee. Ik had nog een deel van daarvan niet fucking explored, dus. Op die ene wereld van Maxime. Ik vind alleen maar kool, zoals geen iron. Heel dead redstone en nu helemaal niks. Maar ja, oh, ik heb echt fucking, ik heb al 5 slechts redstone. Oké, nu ben ik echt goed. Ik heb maar 3 iron gevonden. Ik heb 3 stacks iron. Ja, zie. Ik geloof, als je één goede cave vindt, dan is het gewoon, ja, net nee, ik heb een goede cave en ik zit nog niet eens aan een steek.
Maar dat hangt er ook gewoon van af, hè, Joe. Als je cave laag is, of hoog, hè. Als je cave lager is en dingen... Ja, maar ik heb zo'n heel kleine caves allemaal. Kijk, kleine. Ja, die voor mij is alles behalve klein. Kijk, dat is niet helemaal groot. Ik vind... Dan zie ik zoiets waar ik naartoe wil gaan, maar dan zie ik iets anders liggen, zo iron, en dan zet ik daar weer in en dan zet ik de weg uit. Dat is nou goed. Sowieso de weg uit zijn, zo. Ik ben al blij dat ik de hek fucking armor heb gevonden, joh. Oké, okay, die cave loopt nog verder. Kut. Ik hoor een skeleton. Alleen en de man. Oké, okay, nu gaan we naar dat niveau. Ah ja, hier is het soms, ja. Oké, even... Ah, hier is mijn trapje, dus ik ga hier gewoon weer een strip mee. Fuck caves. Nee, en de man. Nog meer redstone? Oh, diamonds! Lekker! Maar goed dat ik naar hier ben gekomen. Oei, yo. 1 diamond? 1? Ja? Nee, jongen, gewoon maar, erom, man. Daar rond. Ja, ja. Dat doe ik, man. Dus... Weet je dat je diamonds nu ook niet meer... Je kunt die meer dan 8 vinden, hè? Echt? Ja, ik heb er gewoon 1 stuk van 10. Zot. Ja, je zit hier overal lava, ja, maar ik kan niet naar onder mijnen. Misschien zit er daar nog gewoon. Hou even mijn vogelstront naar de overkant. Maxim. Hoezo vallen spullen niet meer snijs aan? Ja, ik val weer snijs aan. Ik loop hier gewoon tegen een spin. Eindelijk nog iron. Ah, nou valt dan wel aan, als ik het tegen loop. Maar dat is een nooit, hè. Misschien ja. Oh, de wereld buikt weer. Als je er tegen loopt, dan komen ze direct. Oh yes, more diamonds. Ja, ik heb er 1. Nou, daar zijn... Yoink, oh, this green vein. Yes. Ik heb een diamond ship, boys. Yes. Oké, ik ga los. Wie lijkt je? Jeez. Ik heb 11 diamonds. What the fuck, Jim? Ja, de eerste veen was van 3 en nu heb ik er 1 van 8 gevonden. De deel heeft echt veel geluk en de Maxim zegt ook niet. Ach, jongen, juist. Ik heb normaal nooit geluk met fucking mine, joh. Ik heb een keer 3 uur aan een stuk fucking rechtdoor zitten mijnen en amper fucking diamonds gevonden. Ik ben resources aan het verzamelen voor een huis. Ik ga gewoon een huis maken met diamond blocks, jongen. Want hoop dat ik niet doe het gaan. Dan moet je wel heel veel diamond blocks vinden. Nee, ik kan gewoon een klein rechts. En nu nog een kleine timelapse van het vissen en wat bomen ik aan het hekken ben voor ons huis.